Blijft het Breda. Dat is echt iets heel anders dan wat ik normaal gewend ben. Oh, je hebt zelfs een shovel bij zich, oké. Okay. Die ebony bow is wel extreem krachtig. Enjoyed a little chat. Yes. Have you thought about getting cured of vampirism? No. Why? You could be your own person again. It would be nice to not always be so thirsty. If you want to cure yourself, I'll support you. I'll speak to Falion. I've heard he knows about these things. I'm going to go away for a while. I'll meet you back home when I'm done. I want to come with you. I know you do, but this is something I need to do alone. I'll see you again soon. Kusgeluidje tussendoor. Nou. Oké. Okay. I'll see you when I'm done. For now, I just need to do this. Begrijp het. Tja. Wacht, home. Wat bedoelt ze daarmee? Ik denk dat ik het zelfs al weet. Tja, Sophia. Het is weer... Oké, go. En... Wij drukken op escape, we gaan naar quests. Zijn er nog missies die ik moet doen? Ja, dat is er. Ik weet wel eentje. Dat ik zo'n boek heb gevonden. Dat is dat mysterieuze boek. En die wil hij hebben. Dus die ga ik ook even snel naar hem toe brengen. Ja. Dat hebben we eigenlijk de twee hoofddoelen voor deze serie gedaan. Wat zijn de twee hoofddoelen ook weer? Eigenlijk allebei de quest. Eigenlijk allebei de DLC's uitspelen. Dat is gewoon gedaan. Dat moeten we ook nog wat een keertje gaan regelen. Ach ja. De rest van dit deel van de 200 afleveringen. Van tenminste van aflevering 100 tot met... Dus 101 tot met 200. Dan gaan we eigenlijk alleen maar gewoon quests doen en zo. Een beetje side quests. Een beetje gewone quests. DLC quests. Nee, mod quests. Sowieso. Hundreds of years have gone into assembling this collection. It's going to stay pristine, understand? Any interest in ancient farmer tombs? Well, well. I haven't seen one of these beauties in a long time. A rare find in the original Falmer language. You're damn right I'm interested. Question is, are you selling? Depends how much you're paying. Well, considering no one else in Skyrim would buy something they couldn't possibly read, I'd say you don't have much of a choice. Tell you what, you bring me books like this, and I'll pay 1,000 gold each. I'll even throw in a translated edition I have for free. Interested? Deal. Here you go. Some fellow student pulled a prank on him by stealing his... the night before an exam. And he went looking for them in the middle. Well, I'm so glad I came but all he never this came way out. In the field. I still can't believe they allowed someone like... Do you mind? ...that has collapsed this into the sea. Told me okay, well, I suppose there is the college. And the most important thing of all. Somewhere to get a drink. What is it? There's no such thing as ghosts. Okay. I'm here, if you have any... Pure fabrications of myth and folk tales. Just like dragons.
Moet ik weer een hier naar boven. Omdat het een Archmage Squad is. You remind me of a dog I used to know. I had shake him off of me as well. Oké. Okay. Geweldig. Archmage Squad is. Oh wacht, dat is ik helemaal verkeerd, maar oké, okay, maakt niet uit. Oh nee, we zitten goed. Half die elements, daar moet ik één. Was there something you wanted? Nou nee, die zal dus niet hierover iets zeggen. If you're working on any experiments, please clean up after yourself. Okay. Until next time. Open Skyrim. What was that? Dat is een Elder Dragon. Fascinerende beesten hoor, die draken. Oh jezus. Meneer landt even. Uiteindelijk meneer nog. Wachten, want meneer zal nog even verdwijnen. Ah, geweldig. Ik voel nog altijd goed, zijn draak en ziel absorberen. Map. Voor Tangard. Dat is een prachtige dag eigenlijk wel. Alleen bedoelt ze dit dan met home? Ik denk het wel in elk geval. Het zou wel logisch zijn. Mooi gedaan, Sophia. Graag niet nog een keer doen. Ik schrok best wel. Namelijk. Misschien mag het hem nog een keer doen, alleen de volgende keer even zeggen dat je het gaat doen. Mag ik het zo zeggen? Doe niet dat ik het erg vind om jou heel ineens te horen zingen. Ik bedoel, je zingt goed. Dus voor jou alleen, ik schrik er gewoon van. Oh, wauw. Oké, terug naar beneden. Need something? Are all the orc strongholds guarded? The strongholds keep to themselves. Skyrim hasn't always been kind to the orcs. For an outsider like you to be accepted, an orc would have to make you blood kin and send word to the chiefs. Can you make me blood kin? Trust like that is not freely given. Okay. All right then. For your help, I'm sending word to the orc strongholds that you're to be trusted. You should be welcome there now. Nice. Why did you join the Dawn Guard? I lost two wives to vampires,
I will avenge them. It's good to know that I will not have to do it alone. I'm glad this Dawn Guard exists. Oké. Until next time. Dus we zijn twee wijven kwijtgeraakt. I'll tell you, the only thing more surprising than hearing from Isran after all these years was hearing that he wanted my help. I immediately realized things must be pretty bad. Looks like I was right. You worked for with Isran before? I have. There was a time years ago when we were both members of the Vigilance, and both equally dissatisfied with them. Their hearts are in the right place, of course, but Isran and I were never comfortable. We left together, but that partnership didn't last very long. I didn't agree with some of his methods. Okay. Good day. While I doubt we'll ever be truly rid of vampires in Skyrim, you've certainly made it a much safer place now. What do you think about my I'm proud of what we've managed to do. Do they look the right size to you? Let's get back to work. Hey, stop looking at me like that, you pervert! Wow. Congratulations, friend. You've won a well-deserved victory here. The people of Skyrim owe you a great... Good day, friend. Keeping well? Oké, dat gaat helemaal goed komen. Harkin's short-sightedness was his undoing. In his lust for power, he failed to consider the full consequences of his plans. The Elder Scrolls have served me well, Daxian. Of course they did. I never doubted for a moment. If I may ask, what will you do with them now? Did you have something in mind? I did, in fact. Quite perceptive of you. I'd very much like to have those scrolls. Someday I may be able to return them to their rightful place in the Imperial City. How would you feel about turning them over to me? 6,000 gold and they're yours. Oh my, that's... Well, that's not exactly what I had in mind. Still, if it means their safekeeping, I suppose it is worth it. This has certainly been quite the adventure, hasn't it? Ach ja. Once again, the Elder Scrolls have proven their value. Yep, en ik ben blij dat ik er wat geld heb kunnen vangen. Wacht. Ja, het is niet echt de bedoeling dat ik hier naartoe ga. Alhoewel. I guess. Nah. Eigenlijk wil ik gewoon weten of Serana van dat vampirisme van haar af is. Dat is een beetje waarom ik hier vooral mijn aan het rondhangen. Ach ja. Ik kom er later wel achter of alles helemaal goed is met Serana. Voor nu zeg ik, dit was het voor deze keer. Ik ga het maar laatste sowieso in de beschrijving. Ik ga even kijken of we heel snel één quest kunnen doen. Oh. Die heb ik zo gedaan. Die quest heb ik ook niet helemaal, oké. Deze dan? Wacht. Die.
Dan ga ik vanaf die caves daar naartoe. Dus gewoon even naar de... Gewoon even naar die mooie dingetjes gaan. That's it. Het is wel een beetje donker. 6 uur later moeten we zijn. Of die loot krijgen. En moet ik hem nog een keertje ooit geven aan hem. En ooit wordt dan de volgende sessie wat... Weet ik veel wanneer het is. Oké, mooi. Zou er nu bijna moeten zijn. Ik wil even de place marker niet. Doei, dat is te ver naar beneden. Ja, ja. En boven mij. Another traveler. Bothru usually only sends Nords up here so that I might maim them and feed their carcasses to the wolves. Or maybe he's seen the error of his error-prone ways. Maybe he wants Odravos to have company to wine and feast and drink to Sanguine's honor. Go cause some trouble. Okay. We hebben de loot. En dan gaan we het laatste deel van de sessie nu doen. Hop, kom op. Nou, het ene laatste deel eigenlijk. Oké. Dat is ook geregeld. Een half mijn mail. Toch nog eventjes snel die loot brengen. Ik bedoel, hij moet hem wel hebben. Ik vind wel gewoon dat hij hem hoort te hebben. Damn it. All this walking is giving me a front wedgie. Oh, I said it out loud, didn't I? Ja. It's fairly blasphemous for a Bosmer to chop wood. To that I say, don't ask for permission, ask for forgiveness. I found your loot. That you did, and in good shape, all things considered. Granted, I don't know much about Dremora, but I've never pictured them to be musically inclined. In any case, should I play a song? It seems fitting, given where we are. Nee. Nee. Doe maar niet. Liever niet. Beste kijkers, heel erg simpel. Tot. Oké, dat is ingehaald. Gewoon tot de volgende keer.